ooit een zonnewijzer gebruikt of gehad? Nee, nooit gehad, nooit gebruikt. Maar wel naar gekeken, zo op oude gebouwen. Wel, aangezien ze de zonnewijzer... Ja. En je weet ongeveer hoe het werkt, een zonnewijzer? Ja, de schaduw van de zon, hè. Het is inderdaad heel simpel. De zon die legt een bepaalde boog af aan de hemel elke dag. En daardoor, als je een stokje neerzet, dan gaat hij een schaduw werpen. En daar kan je dan opschrijven op welke uren dat de schaduw waar staat. Maar de zon staat natuurlijk niet elke dag even hoog. Die kan ook een beetje hoger staan in de zomer, een beetje lager. En daarom is het belangrijk bij een zonnewijzer dat dat stokje schuin staat. Dat dat stokje in België ongeveer op 51 graden schuin staat. Want het stokje van een zonnewijzer staat altijd parallel met de draaias van de aarde. Ja, ja. Dus aan de evenaar is een zonnewijzer een horizontaal stokje. En op de Noordpool en de Zuidpool is een zonnewijzer een stokje dat recht omhoog staat. Nu, dat de zon hoger en lager staat in de winter en in de zomer, dat hadden ze al vrij snel door. En daarom hebben ze Stonehenge ook gebouwd. De Stonehenge is heel simpel. Je hebt één punt waar je staat als observator. En ze hebben gewoon één steen gezet op de positie waar de zon opkomt in de winter, op de kortste dag. Een andere steen op de positie waar de zon opkomt op de langste dag in de zomer. En dus elk moment van het jaar kan je gewoon op die observatiepositie gaan staan en kijken waar tussen die twee stenen dat de zon ongeveer opkomt. En dan weet je ongeveer of je in de buurt van de zomer komt of niet. Ah, oké. En zo werken die observatoria, om te weten welke tijd van het jaar het precies is. Ik weet niet of je ooit de tempel van Abu Simbel bezocht hebt in Egypte. Nee. Dat is een tempel, daar staan beelden in van een farao. En die worden maar één dag per jaar verlicht door de zon. En natuurlijk, als je weet dat die zon elke dag een beetje hoger komt of elke dag een beetje lager gaat, dan is het simpel om zoiets te bouwen. Je zet daar gewoon een muur voor en je maakt één gat in die muur, exact op de positie waar de zon staat op die dag. Die zon passeert daar en exact op die dag schijnt die dus op die beelden van de farao. Fantastisch. En hoe wisten die dat? Dat is eigenlijk de oudste wetenschap op aarde. De posities van de sterren, van de zon, de bepaling van de seizoenen, van zonsverduisteringen enzovoort. En dat wisten de Egyptenaren al, dat wisten ze daarvoor zelfs al. Dat is een van de eerste dingen die ontwikkeld zijn. Nu ja, je hebt dat principe van Stonehenge. De zon komt op achter die steen op de kortste dag. Dat zijn ook dingen die soms toevallig gebeuren. Bijvoorbeeld in Manhattan. Alle straten van Manhattan lopen parallel met elkaar. En dus, toevallig, zijn er twee dagen per jaar, namelijk 28 mei en 12 juli, dat de zon exact in het verlengde van die straten opkomt. En dat noemen ze in New York Manhattanhenge. En dan staat Twitter vol met foto's van die Manhattanhenge. Een beetje dichter bij huis heb je hier in Laken, op de begraafplaats van Laken, staat er een heel mooi grafmonument voor het koppel Evrard Flignot, een echtpaar, een zeer romantisch echtpaar. Want wat hebben die gedaan? Bovenaan, in dat grafmonument zit een ronde opening in het plafond waardoor het licht naar binnen kan vallen. En binnen in dat grafmonument staat een beeldhouwwerk van een huilende engel die de muur aanraakt. En op één moment in het jaar, namelijk op de zomerzonnewende, exact op de middag, valt het zonlicht zodanig door dat gat dat er in de hoek van de muur een hartvorm van zonlicht gemaakt wordt dat die huilende engel aanraakt. Wow. En die hebben dat bewust zo gezet. Ja, het was een zeer romantisch koppel en zij wilden dat hun liefde tot in de eeuwigheid uitgebeeld bleef. Mooi. In zo'n grafmonument. Chique, ja. Nu, het toffe daaraan is natuurlijk dat stel dat je een foto hebt waar een heel heldere schaduw op staat, dan kan je eigenlijk gaan berekenen wanneer dat die foto precies genomen is. Neem nu bijvoorbeeld een foto van het Atomium op Google Maps. Als je de lengte van die schaduw gaat meten, dan weet je op welke dag dat die foto eigenlijk genomen is. En aan de hand van de hoek, ten opzichte van de windrichtingen, kan je eigenlijk weten wanneer, op welk uur, precies op welke minuut dat die foto genomen is. En ja, Lieven en ik konden niet anders dan dat gaan testen. Hè. We hebben een cosinus! Yay! Waar met optioneel golfbalherkenningsopzuigsysteem. Een waar technologisch oog.